Welkom bij deze nieuwe video op Serious Saturday. Ik ben Wolfbullet en Yannick. En vandaag gaan we iets heel belangrijks doen met het ship. Met ons schip. Vandaar dat deze pagina voor open staat, zodat jullie snel kunnen zien wat dan mijn schip allemaal bevat. Alleen dat het ermee staat. Ik heb in de vorige aflevering heel veel geüpgrade, zoals jullie kunnen zien. Rip mijn geld, rip al mijn resources. Vooral deze, de Ancient Tables, heb ik bijna niks meer van. Mijn hout ook bijna niks meer van, maar ja. Geen veel aan doen. Wat we namelijk in deze video gaan doen is die drie schepen kapot maken. Want ze vormen een blokkade voor het stadje waar al onze moeder de leider van is. De Paras blokkade. Dus, er is een soort gevecht, oorlogachtig iets tussen Paras en het eiland hier. Ik weet alleen niet meer hoe dat noemt. Dus Paras ligt hier. Van Naxos, hoe noem het? Ja, Seven. Ja, Naxos. En Naxos is het eiland waar dat onze moeder leeft nu. En ze zijn een beetje een fietsje, of hoe je het ook wil doen. Maar we moeten deze schepen dus uitschakelen. Het is wel lang alleen dat ik iets heb gedaan hiermee. Oké, tot nu toe gaat het nog oké. We kunnen wel deze nog even rammen. Hop! Brace. Oh nee, nu gaan ze ons rammen. Oké, dat is al één kapot. Onward. Ik ga het gewoon kapot maken, moen. Oh. We hebben niet echt tijd om het om te boorden. Archers, we need you. Waar schiet? Everyone, brace yourselves. Zou schiet, brace, dank je. Anderen gaan ook nog eens schieten. Oh. Everyone ready for impact. Wacht het niet. Man, ze zijn wel goed. Ja, boy, dat is niet zo makkelijk, zit hij. Oké, de laatste nog. Zo. Oké. Oké, we gaan ze veranderen. Let's move it! Archers! Don't think the crew can handle much more! Allee, shoot on! We've got heavy, heavy damage, Commander! Let's see the power! I know! Wat zei je ook? Another hit if we are done for, Commander! We hebben het echt net gehaald. Holy damn. Dat was nog veel closer dan ik dacht. We hadden echt nog zo 2 centimeter aan AP of zo, of niet zelf. Woehoe.
We waren er bijna geweest. Leuk dat ik mijn schip heb geüpgraded of van niet overleefd. Talk, dank je. Er is daar een mercenary. Ik ga jullie wel zeggen, ik voel me niet 100%, want ik heb vannacht het immens slecht geslapen. In stukken en brokken dat geen naam heeft, maar... Toch wel een leuke video voor jullie proberen maken. Oké, laatste schermpje. We need to move out before they send reinforcements. We're almost ready. Timo? The ships are loading now. They'll be ready on your command. Alexios? Okay. A word. Whatever you need. The cult must be stopped. When we return to Laconia, it will be dangerous. I'm used to it. We both are. True that? I know who I can and cannot trust. I would have said that about Sparta too, but this news about the king. Did Aspasia find out which of the kings is working with the cult? For all we know, it's both. We must cleanse Sparta of its corruption, no matter the cost. At least now we can face them together. Yes, for all that those bastards tried to take from us, and your sister. Nee, nou, onze zus verloren zaak is, man. Denk echt dat die is echt helemaal knettergek geworden. Ik weet niet of die nog te redden is. Waartoe? We're going to destroy the fleet of Paros once and for all. Only then will Naxos be secure enough for us to leave. Oké. Okay. Dus laten we gewoon gaan. Ready. Then I leave this to you. Kunnen jullie mij wel wat resources geven om mijn schip op te krijgen? Want ik kan het wel gebruiken eigenlijk. Ik dacht van ja, ik heb zoveel resources. Ik had er tijd mee kunnen gaan. Ik upgrade even mijn schip. Poef, alle resources waren weg. Oké. We hebben nog een zwaardje gekregen. Even de Paris Blockade is voltooid, ja. Nieuw leader, dus Zillen of Perils, denk ik. Unified Front, track. Oh, er is hier nog een mercenary in de buurt. Hier is nog een side missie, wat is voor het trainen allemaal op te doen. Dat doe ik wel in mijn eigen tijd, al die dingen. Ah, precies, ik heb twee mercenaries achter mij. We gaan eens even op de kaart kijken en bij de quest wat we allemaal kunnen doen. Inventory, ja, we kunnen terwijl dat zwaard dismantelen. Zo. Ik wacht nog steeds op een beter heavy blunt wapen. Ik wil echt een beter zo'n soort heavy blunt. Die zijn echt geweldig. Dan we eens bij de quest kijken. Hè. Upgrade the spear, daar gaan we nog een keer op cultist jacht moeten. Unified Front. Wat moeten we daarvoor doen? Ah, hier. Destroy Paros fleet. Bro. Ik ben daar totaal niet goed genoeg voor. Ik zal het maar proberen. Hopelijk zijn we niet met alleen ons schip, want we waren net al moeilijk met 3. Laat staan als we er 4 moeten inmaken. Ik dacht wel dat ze zijn dat de schepen klaar waren, maar ja. Ik weet niet of ze daarmee bedoelen, klaar om mee te gaan, maar... We zullen er wel achter komen. Let's go! Ready for departure! We hebben nog volledige 4 bars, dat is ook nice. Let's move! Let's go! Lower sail! Voilà, en ik hoop op ons gemakskanaal te gaan. Zo heel ver is het niet, maar... Lekker zeilen. In die tijd hadden ze nog geen motor, hè.
Ik zie ze al. Dat is een groot schip daar bij mijn mast. Dat zijn allemaal kleintjes zo te zien. Dus ik denk dat we best eerst die groot uitschakelen. Denk ik. Of eerst die kleintjes, want die kleintjes komen nu altijd rammen. Dat is mega ambetant. Hippakoo! Smash! Oké, even wachten tot we terug gaan. We zijn naar laden. Oké, die is al kapot. En je gaat die grote op ons schieten. Oké, rammen we. Ups. Op branden. Oké, okay, ze staan te branden, dat is goed, dat is goed. Die twee gaan er zitten zien, even knuffelen. Oh nee. Draaien! Oké, dat grootschip daar is... Oh. Grootschip gaat ons wel rammen, dus even plank... Plankgas. Brace. Oké, terug brace. Oké, we moeten dat schip even van me niet aan. Als we dat schip kapot maken, krijgen we normaal gezien wel HP. Die willen wel ons rechtstreeks rammen, dus we moeten er voorbij zien te raken. Ah, mijn rowers zijn zo sterk. Nice. Oh, worden. Hup, terug wat HP erbij. Wat een mooi. Ja, nog. Schieten. Die is ook bijna kapot, zijn al twee bijna kapot, nice. Ik ga mijn fire ding sparen voor die groten. Oh, oh, dat is niet goed, dat is niet goed. Dan moet ik eruit. Ah, gewoon draaien. Heel mooi, die is kapot. Dan kunnen we daar op schieten voor HP terug te krijgen. Die grote kapot. Ah ja, shit, die javelins kunnen niet ver. En die is ook kapot. Mooi. Routen. Oh nice, we hebben direct zelf een artefact gekregen. Blijkbaar was dat dus een cultus member. Nice! Hier lag er ook nog loot van die andere. Keep up the speed! Source of the... AEG anders, we hebben net een trofee gekregen. We moeten juist naar die laatste kapot maken. De travel speed. Warm Master heb ik ook net gekregen van de trofee. Nice. Oké, Sails up! There's salvage nearby! Forward! Dat kan goed zijn, maar we moeten die guy doden. Lower the sail! Oh. Lower the oars! Faster! Jij gaat niet op hun schieten! Jij zal sterven! Archers, we need you! Oh, wat? Waar komt die cinematic op in? Wow, dat is nice. Oké, return marine to next. Oké, dan gaan we terug naar travel speed en dan gaan we terug naar daar. Oké. Die was wel veel gemakkelijker dan die vorige, waarschijnlijk omdat ze heel veel gefocust hebben op de andere schip ook. Denk ik, hè? Ik weet niet. Wat dat volgens mij het beste altijd is, is altijd je focussen op één schip, zodat je, want anders als je al je vuur, dus ja, stel
Dus al die kogels richten op verschillende personen, gaan ze allemaal verschillende personen dus damage hebben, maar niet doodgaan. Waardoor dat je nog steeds evenveel damage terugkrijgt. En als alles op één richt, gaat er veel sneller in een weg gaan. Dus in een afval, waardoor dat hij minder damage terugkrijgt. Denk ik, hè. Dat is mijn mening. Oké, okay, we zijn er. Nice. Even dokken. Dok. Niet tegen de dok varen, maar dokken. Oké, okay, mooi. Kom, moeder, we kunnen afstappen. Of, ja, hoe noemt dat? Afstappen, ja. En hier. Oké. Okay. Dat is ook voltooid, hoor. Dat was snel. Dat was echt veel makkelijker dan ik had gedacht, eigenlijk. Nou, oké. Okay. Ik vind het niet erg. Haha. Haha. Dom pinkend lampje. Nou, het lampje van mij was aan het pinken. Okay. Naxos seems secure. Ja, dat lijkt het inderdaad. We have done great things together for its people. Dat hebben we inderdaad gedaan. We must look beyond these shores and destroy. Van ons pakje nog steeds, dat is echt nice. We zouden alleen nog zo'n beetje dezelfde soort broek, maar zo met meer rood in nodig hebben. Dat wel meer matcht. Maar ik vind het wel een heel nice broekje. Until they are blind and defenseless. Sparta. Sparta? Waarom gaat het niet opeens over Sparta? We can rally around our home and cleanse it of their influence as an example to the world. It will be dangerous. Their hold on Sparta is strong. Don't you think it's time we returned? Together. Forever! Waarom kijk zij nu zo? I have only a few more things to do here. As soon as you're ready, we'll set sail for Laconia. Oké. Okay. Wat moet je nou doen, toch? Something you should do first. What? Wat moeten we doen? You need to find your father. Mijn... Who is he? Tell me about him. He's a difficult man to describe. He's many things. But the only way to truly know him is to meet him yourself. So maar de echte vader of de wolf? There are details only he can provide. I hope when you meet him, you understand. You'll find what you need at the island of Sira. I've given your navigator the course. I'll see you in Laconia. I'll be there. May Poseidon keep you safe. Safe journey. May Poseidon keep me safe. Thera. Okay. We hebben nog een helmpje gekregen. Ik ga er wel even kijken wat dat helmpje allemaal geeft van bonussen. Dan gaan we eens kijken bij de cultus wie dat we op random wijze hebben vermoord. Damage with spear and staffs, nee dat gebruik ik niet. Zit er hier op. Wow, voor dat beetje extra armor. Pff, nu geeft 11%, dus ik zou die eigenlijk moeten upgraden, maar... Pff, lukt wel. Voilà. Wat hebben we nog gekregen van armpje? Oh, nog een golden. 50% damage with warrior abilities. Wat heb ik? Wat geeft hij allemaal? Minder HP omdat er geen HP dingetje op staat. Elemental build-up. 11%. 11%, 3% crit. Well, ik vind die elemental build-up wel leuker eigenlijk. Allee ja, die elemental build-up. Dat is zodat de poison en zo en het vuur... sneller maximaal zitten, dus als er sneller zo die continue damage van krijgen. Wat geef jij ons? 10% warrior damage, 18% armor en 50% crit. Oh, we kunnen hem engraven.
50% crit damage and total armor. Verlies wel heel veel assassin damage. We kunnen eens gaan kijken bij een hoe noem het, een blacksmith. Als er hier een in de buurt is tenminste. Hier heeft het wel een synchronization point. Ik wil ook terwijl nog snel even doen. En hup. Synchronize. Ah, ik ga het er rechts. Oké, is er hier ergens in? Oh, daar. Voilà, perfect. Oh, nice. I should try to stay out of sight. Oh, ja. Het is ook lekker duidelijk dat hier een kamp zit. Sorry, dat was niet de bedoeling. En al weg. Chill. Oké, even naar de blacksmith. Kijken hoe dat we op die helm kunnen zetten. Become anonymous. Oh. Hier vinden ze me toch niet. Even wachten dan. Duurt lang. Allee jongens, geef het op, kom aan. Ik ga er ook even kijken, maar niet dat de tijd daarom vooruit gaat. Welke cultus dat we hebben gedood. Hier hebben we dus info over gekregen. Of zo, denk ik. Welke hebben we dan gedood? Deze? Hebben we deze gedood? Ja, die hebben we dus gedood. Oké. Leuk. Hier, home sweet home. 8518. Wow. Dat was een eindje. Damn. Wow, dat was een eindje. Allee, kom. Geef het op. Mensen het opgeven. Ja, eindelijk, dank je. Ah, a customer. Yes, a customer. Oké, wat kan ik op dit helmpje zetten, meneer? Moon speed while crouching, hunt damage, fire damage, 9% damage with daggers. Of assassin damage, zodat die assassin damage wel hoog blijft. Wat stond er op de heen dat ik nu aan heb? ...1% assassin damage. Of full health. Ik weet het eigenlijk niet omdat die beter is deze. Ik wil dit er wel op zetten, maar ja, dan verlies ik echt wel. Dan verlies ik 10% 6 damage, dat is wel veel. Ja. Oké, even kijken. Ah, we gaan ze gewoon een keer vergelijken als we ze hier in de inventory. Zo.
doe 32 damage minder met mijn blade, maar 129 meer met mijn bijl. 616 damage, 16 damage verlies ik. En ik krijg 467 armor erbij. Ja. Ja, nou. Want die 6% crit chance, wel veel half. Daar redde niet zoveel aan. Want allee, zo heel vaak zeiden namelijk niet full health. En ook die 12% chance to ignore half damage is wel nice. Ik weet niet. Hey, voor zoveel levelverschil. Het is eigenlijk gewoon puur armor dat hij dan bijgeeft. Nee, ik weet niet. Waarom staat er hier nu nog? Hier staat er nog een tekentje. Ah, hier hè. En dan, hoeveel moeten we er eigenlijk voor? 7. 7 artefacts, holy damn. Dat zijn er al veel. Oké. Talk to Marine at Gidderbe, waar dat ook mag zijn, waar is dat? Er is in Sparta waar dat we begonnen zijn, zeker? Nee, hier. Wow. Hier zijn we nog niet geweest. Oké, dan wordt het een heel nieuw gebied om te... om te verkennen in de volgende aflevering. Hier zijn er ook nog twee... ja. Mercenaries. Oeh, hier krijg ik een nice heavy blunt weapon van. Oeh. Maar ja. Oh, misschien defeat we die wel in de volgende aflevering. Ha, we zien al. Dat is het voor nu. Dank ik jullie. Voor te kijken, hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Als jullie hebben genoten van deze video, vergeet niet te liken en te subscriben. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal in de video van morgen. Of in een andere video. Bedankt voor het kijken. Peace. What's your vision?